De koning van de showbiz hebben we natuurlijk weer in de uitzending. De hoofdredacteur van Weekend. En we zien hem ook geregeld bij Shownieuws in het groene decor. En iedereen denkt dat dat een prachtig gebouwd decor is. Maar het is gewoon een groene ruimte waarin hij staat. Goedemorgen, Bart Ettekoven. Waarom vertel je dat nou weer verder? Dat is ons best bewaarde geheim. Nou, dat is niet waar. Want soms als jullie lopen, dan zie je gewoon een heel stuk groen op televisie. Ja, dat is ook zo. Wij dachten trouwens als je dat niet dat... weet, als je het niet weet, zie je het er fantastisch. Ik vind het wel echt een fantastisch iets. Ja, vind ik ook. Maar wij dachten dat Marble Mania, dat het ook op die manier was. Maar dat is dus wel echt gewoon, hè? Nee, dat is echt. Ja. Daar heb ik in het decor gestaan, in Studio Baren. Ongelooflijk gedaan. Als je alleen al in die arena staat. Daar staan dus echt iets van geloof 40.000 van die knikkertjes. Als publiek, zeg maar, zijnde. Ja. Dat is echt bizar wat ze daar hebben gedaan. Echt kosten, nog moeite zijn daar gespaard. En nou ja, het levert ook op. Want gisteren ook weer ruim 1 miljoen kijkers. Ja. Dus, maar wat heb jij in die studio gedaan? Maar gaat de vlag uit. Wat heb je daar gedaan? Was je daar gewoon even te kijken? Ik ben een avond geweest. Nou, we hadden een aantal items erover. Dus toen zeiden ze, nou, misschien is het wel handig. Dus ik ben daar samen met Patty een avond geweest kijken. Patty hoe, Bart, hoe het allemaal ruilt. En ze, ja, sorry, met Patty Bart. Mm-hmm. Omdat wij op een gegeven moment, ja, moesten wij het een beetje gaan aanjagen natuurlijk in Shownieuws. En dan is het wel handig om te weten. Dus John had toen zoiets van, nou, misschien is het wel handig dat jullie ook echt weten. En dan weet je waar je het over hebt. Ja. Ja, precies. Ik vond een van de mooiste reacties van volgens mij vorige week was dat met Nick en Simon, dat als het finale spel is, dat dan die hoeveel duizend knikkers zijn het? 10.000 knikkers of zo? 12.000 knikkers. Ja. Als dat één keer gaat rollen en gaat kletteren, dat het echt oorverdovend is. Je weet niet wat je meemaakt. Ik zat toevallig in de visagie toen dat op die avond dat ik er was gebeurde. Zat ik even met iemand te praten. En toen gebeurde dat dus in de studio achter ons. Nou, het leek wel alsof er een soort, nou ja, hele heftige hagelbui. Of, ik wist niet wat het nou was. Of het nou een hagelbui was of een 747 die overkwam. Maar een oorverdovend lawaai. Gisteravond de jongens van StukTV. Ja, StukTV was gisteravond die jongens ervan ook. Wat is nou het geheim van dit? Van dat Marble Mania? Ja, ik heb gekeken. En ik moet zeggen, eerlijk, ik blijf ook kijken. Oké, ja. Ik moet zeggen, bij mij is de rust nog niet gegund om er een avond voor te gaan zitten. Ik heb toevallig iedere keer op donderdagavond dingen staan. Dus ja. Dat was even lastig. Maar de dingen die ik heb gezien, ja, wat is het succes? Ik denk toch, ja, weet je, bedoel, hetzelfde als met Lego Masters. Wat was daar het succes? Nou, ik denk dat je dat... Dat is iets wat je met het hele gezin kan kijken. Nu ook met corona, kinderen zitten thuis. Ze mogen wat langer opblijven. Ja. De melancholie. Melancholie inderdaad. Hebben allemaal wel geknikkerd. Ja, dat denk ik wel, ja. En misschien toch ook dat eindspel, hoe lang het duurt voordat iemand dat knikkertje in dat potje krijgt. En iedereen is wel eens ergens uitgeknikkerd. Ja. 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 Dat zal het zijn. En het is wel, ik moet zeggen, het is wel, als je er staat als deelnemer, ben je natuurlijk aan de goden overgeleverd. Want die knikkers die rollen gewoon. En je kan daar zelf niet zo heel veel meer aan doen, zal ik maar zeggen. Dus het is wel, wat dat betreft, staan geluk die mensen hebben bloedfanatiek daar naar een knikker te schreeuwen. Mm-hmm. Alsof dat helpt. Ja. Natuurlijk helpt het niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat je thuis dan ook toch wel op het puntje van je stoel zit. En dat commentaar van zo'n Jack van Gelder helpt daar natuurlijk ook wel ongelooflijk. Ja, dat is waar. Het is soms ook onvoorspelbaar. Want de hele tijd ligt rood voor. En dan op het allerlaatste moment komt er in één keer zo'n blauw knikkertje toch nog weer voorlangs ook. Misschien is het dat dan ook. Het onverwachte. Niets is zeker daarin. Hey, over gesproken trouwens. Ja, wat wil jij zeggen? Leeft de mol eigenlijk wel in Nederland? Want ik heb het idee dat het met de huidige kandidaten allemaal een beetje afgezwakt is. Met 4 miljoen kijkers, denk dat het meevalt. Nou nee, maar de hype eromheen. Oh. Ze kijken wel, maar de hype eromheen. Ik hoor zo weinig mensen erover praten. Dat klopt wel, ja. Maar is dat niet altijd zo dat het aan het begin dat er heel veel rumoer is en dan tegen de finale aan ook weer en dat het in het midden altijd een beetje stil is? Of is dat niet, niet gebruikelijk? Andere jaren kon je uit de montage nog wel eens wat dingen afleiden. Maar ik heb het idee dat nu de montage zo is dat ze de kijkers allemaal op het verkeerde been willen zetten. Als je dan terugkijkt straks, wie dan uiteindelijk de mol is, denk je... Zoals afgelopen jaar, Jeroen Kijkendevecht. Die heeft een aantal keren flink en heel erg opvallend gemold. Maar dat zag je in de uitzending, zag je dat niet. Dus dan kun je als kijker, is dat dan een beetje niet eerlijk? Dat is ook wat ik hoor. Ja, oké. Nou ja, dat kan. Ik moet zeggen, ook daarvoor geldt weer... Ik heb veel zaterdagavonden gewerkt bij Shownieuws. Ik heb het niet gezien. Ik weet het niet, maar ik schakel altijd een beetje in zo richting... Ik kijk altijd naar de eerste twee. Mm-hmm. En dan haak ik even af. En dan kijk ik weer zo richting de finale. Vind ik het dan wel weer spannend worden. Mm-hmm. En leuk om te kijken wie er wint. Ja. Er is ook nog wat slecht nieuws op filmgebied. Want wij hebben een tijdje geleden Kim Lian van der Meijer in de studio gehad. En die vertelde natuurlijk dat ze een nieuwe Nederlandse... Je verwacht het niet, maar er is een romcom in de maak geweest. Ja, een romantische komedie. Nou,
Nou, in Nederland verwacht je dat natuurlijk amper, want die worden zelden gemaakt. En daar zat Patricia Paai in, maar ook Tino Martin, die voor het eerst natuurlijk een filmrol. Maar die gaat nu helemaal niet in de bioscoop verschijnen. Die gaat naar Netflix. Oh. Dus Patricia Paai die klaagde van, verdorie, zit ik eindelijk in een film. Geen rode loper, geen première, geen bioscoop-release. Het wordt gewoon een film die van de lente wordt uitgebracht op Netflix. Ja, wees dat is wel zielig. Dat hij nog te zien is. Nou ja, dat is ook natuurlijk nog zo, ja. Ja. Maar het is wel jammer, hè, Bart? Want jij kijkt er ook ontzettend uit. Jij bent dol op romcoms. Ik ben dol op romcoms, ja. En ik vind het leuk. Maar bedoel, met de cast die je zojuist noemde, stond ik niet helemaal vooraan. Jolant is het er ook in. Gezellig. Ja. Waar ik wel vooraan zat, is bij die soap rond Geer en Goor. Hebben jullie daar nog wat van meegekregen? Ja. Oh, ja, maar dat is een modder gooien tot en met, hè? Ja. Elke dag lees ik wel berichten. Angela de Jong, die mens, zit er ook weer in nu. Gerard Joling. Is het niet de bedoeling van alles? Ik denk dat dit een opgezet spel is. Van jongens, laten we onszelf nog in de kijker spelen. Trouwens, Gordon komt ook weer terug met 5 tegen 5. Een soort reanimatie. Al die spellen komen terug, hè? Ja. Ja. En nou wil Gerard Joling wel graag Tussen Kunst en Kiets presenteren, want hij vindt dat Frits Sissing weer te weinig humor in de presentatie. Ja, dat hoort ook helemaal niet in dat programma, denk ik. Nee, joh. Toch? Niet. Nee. En dan gaat René Leblanc nog naar het Songfestival sturen. Nou, dan is het feest compleet, jongens. Gaat René Leblanc naar het Songfestival, ja? Nou ja, hij had aangegeven, als ze hem vragen, dan zou hij het geloof ik niet weigeren. Nou, weigert hij überhaupt niks wat je hem vraagt. Dus wat dat betreft Vindt hij het allemaal leuk. Maar volgens mij is hij vanmiddag bij jullie te gast. Dus daar kunnen jullie hem er nog even naar vragen. Maar hij zat gisteren bij Eva Jinek. Daar werd hem ook weer naar gevraagd. Hij heeft inderdaad in een interview in Weekend gezegd. Op een gegeven moment hadden we hem gevraagd. Van, goh, zou het Songfestival wat voor je zijn? Toen had ik gezegd. Nou ja, als ze me vragen wel. Maar ik ben niet degene die daar over gaat. Ja, als ze me vragen. Dan zouden ze erover na gaan denken. Ook. Maar volgens mij is dat met elke Nederlandse artiest. Als zeggen ze altijd. Als ze vragen, nou, dan ga ik er wel eens over nadenken. Maar Engelbert Humperdinck heeft natuurlijk een paar jaar geleden nog meegedaan voor Engeland. Die is één laatste geworden. Kan ja, het kan een nekslag zijn voor je. Trouwens, die is erg ziek, hè? Dat was geen corona. Ja, Engelbert is ook ziek. Hey, en nog even over Geer en Goor dan. Over Gordon vooral. Want dat is natuurlijk wel alles te doen met het hondje Toto. Daar wilde hij een programma gaan doen op YouTube. Mensen dachten dat het een programma bij SBS was of zo. Dat hij gaat FaceTime met mensen die eenzaam zijn. Op zich een heel natuurlijk lief initiatief. En als ik die hond zo zie, want ik volg hem ook op Instagram en ik zie die filmpjes, heb ik niet het idee dat die hond nou echt leidt. Nee, nog niet. Maar het schijnt dat ze op oudere leeftijd toch wel heel erg veel last krijgen van luchtwegproblemen. Maar goed, dit is natuurlijk nog een pup, dus die is nog helemaal jong en springend in het leven. Maar het is ook niet zo dat alle honden problemen krijgen. Misschien moeten we het ook gewoon even afwachten. Ik vind ook de reacties richting Gordon op het krijgen van zo'n hondje, vind ik wel heel heftig. Aan de andere kant begrijp ik het wel. Ik begrijp ook de reactie van Gerard, die zoiets had van, ja, hij heeft al wel een aantal keer natuurlijk honden gehad. Dat is geen geheim. Nee. En die zeiden allemaal, vroegtijdig hebben die de villa verlaten, omdat hij het te druk had, of omdat hij er geen zin meer in had. En dat laatste hondje had gewoon ronduit een hekel aan hem. Maar hij maar toen aan zijn bed. Deze Toto gaat de villa ook verlaten. Nu al, heeft hij al gemeld, hè? Omdat hij zelf de villa gaat verlaten. Juist, ja. Hij heeft hem eindelijk verkocht. 1 mei gaat hij de deur. Ja, 1 mei gaat hij de deur daar achter zich dicht trekken. Ik denk dat het heel goed is voor hem. Ook om psychisch gewoon een soort nieuw leven te starten. Ja. Want die villa, als daar de muren konden spreken, nou dan kan ik dat blaadje nog een paar maanden vullen, denk ik. Wordt het een heel dik boek ook. Het helpt natuurlijk ook. Hij heeft ook in een interview ook echt op camera ook gezegd van, ja, dit soort hondjes, die zijn gewoon gevoelig. Die worden niet ouder dan 6. En toen zei hij erachteraan, ik hoop 6 maanden. Heel hardlachend dan ook weer. Ja, daar kweek je natuurlijk ook wel een beetje, daar zet je wel kwaad bloed bij de hondenliefhebbers, hè? Ja, maar we moeten ook niet te serieus nemen wat je zegt. Nee, maar zeg het dan ook niet. Nee, maar goed, iedereen heeft ook wel een beetje lange tenen natuurlijk. Ik smul van deze rel, want verder is het heel stil op zo'n gebied. Dus alles is meegenomen, wou je zeggen. Ik wou net zeggen, we pakken het allemaal lekker mee en ik hoop dat we weer het hele weekend erop voort kunnen. Dus dat vanavond Gordon dan weer wat zegt, want die is nu aan de beurt, geloof ik. Oh, ja, gisteren heeft Gerard wat gezegd. Vanavond hopen we dan toch weer op een reactie van Gordon op de uitspraken van Gerard van gisteren. Ja, nou en mocht je Thomas Berg op een dating-app willen zoeken, daar is hij vanaf gegooid, hè? Dat werkt ook niet meer. Ja. Ja, waarom? Dat vertelde hij maar van de week. Ja. Dat vertelde hij van de week in de shownieuws podcast die wij ook aan het maken zijn. Omdat hij dan in die app gaat onder de naam Giel Otting, wat zijn echte naam is. Ja, dat is toch goed dan? En dan wordt hij gerapporteerd door heel veel mensen. En dan zeggen ze dat is een nepper, want dat is totaal. Ja, hij gebruikte zijn echte naam, maar dat werd als een fake naam werd dat aangemerkt. Dus hij werd eraf gegooid. Nee, precies. Nee. Oké. Okay.
Goed, Bart. Dank je wel voor deze week weer. Het was weer een feestje. En heel graag tot volgende week. Tot volgende week. Bye-bye. Doei. Goed, daar in Nederland straks. Hoi. Ja. Doei. Ja. Hoi, doen we. Jazeker.